Bocht uit, 50 meter nog. De start is gevallen, paarden onderweg. Bliksemstart in het midden van de baan voor paard nummer 3 en de Selectia Boshoeve. Maar aan de buitenzijde komt Diamond Twix naar voren. Het paard dat de laatste keer met de rijdster van vandaag zo'n fantastische koers liep. En die gaat aan de buitenkant nu kijken of er bij Wim Brouwer wat te halen valt. En het lijkt erop dat er een strijd om de leiding ontstaat. En ik zag ook nog eventjes in een flits dat Fred Handelaar met Ella Genie, uw favoriet, een geweldige uitgangspositie heeft gekregen. Die ligt al op de rug van Greta Postumus in het tweede spoor. De vraag is alleen, gaat Greta de leiding gegund krijgen. Wim Brouwer, Greta Postumus, bijna dezelfde kleuren. Dus dat maakt het niet gemakkelijk om ze onder deze klimatologische omstandigheden uit elkaar te houden. Maar we gaan het uiteraard wel proberen. En we zien dat daar vooraan nog altijd een strijd gaande is. Greta had hem gewonnen, maar gaat hem nu verliezen aan Fred Handelaar. Want dat wordt de nieuwe koploper met zijn Ella Genie. Onder voorbehoud hoor. Ik wil het eventjes bevestigd zien met nog 2 rondes te gaan. En het is inderdaad Ella Genie aan de kop. Op de 2e plaats Diamond Twix. Derde aan de binnenzijde is Alexia Boshoeve. Aan de buitenzijde Daisy. En helemaal aan de buitenzijde krijgt Jannes van der Putten moeilijk positie met zijn nummer 6. En dat is Anne. En zo verdwijnen de paarden weer in de mist. Geen gemakkelijke zaak, maar we hebben, als het goed is, paard nummer 9, Ella Genie, nog altijd als koploopster met een lengtevoorsprong op de concurrentie. Paarden naderen nu de verre linkerbocht en het wachten is even op het moment dat we ze ook daadwerkelijk in beeld mogen ontwaren. En we weten dan bij het passeren van de finish nog 1 volledige ronde te gaan. Eens kijken of we alle paarden een keer kunnen noemen. Ella Genie, Daisy, binnenzijde Diamond Twix, 3 Dix, Anne daartussendoor. Mooie positie voor Henk van Wonderen met Dr. Melvi aan de binnenzijde. Opereert daarachter het nummer 3 van Alexia Boshoeve met verderweg in het veld Borca Ling, gastrit voor Richard Hauber, Carlos Bianco, de 10 is Classic Benesse en aansluiting is er voor paard nummer 1, Fini Promise. Zo zijn we door het veld geweefd en kunt u aan de hand van de volgorde bepalen waar het door uw gespeelde paard zich bevindt. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Voor de laatste maal, net nog altijd aankop van het veld Ella Genie. Maar Fred Handelaar zal weten dat de concurrentie in de vorm van Diamond Twix op zijn rug ligt. En dat is misschien wel het grote gevaar mocht de ruimte er komen. Paardenkoers af op de laatste bocht zijn inmiddels aan einde overzijde met Ella Genie die bij het ingaan van de laatste ronde de leiding nog stevig in handen had. Paarden komen nu in de laatste rechte lijn en Ella Genie die is hier met Fred Handelaar ontsnapt, heeft een grote voorsprong. Maar kijk aan de buitenkant naar een gigant van een outsider, Borca Ling. Die is naar voren gekomen met Richard Hauber en maakt zich op voor een eindstrijd om de 2e plaats. Maar Fred Handelaar, hij wint het hier met overmacht. Het is de 9 die het wint voor de 7, juichend over de finish Richard Hauber. Dat zien we graag. Enthousiasme op de koers. En derde wordt de 5, Daisy. De uitslag, dames en heren, van de 4e koers is officieel gewonnen door paard nummer 9, Ella Genie. Fred Handelaar, die wint in 1:20.09. Tweede de 7, Borca Ling. Derde de 5, Daisy. Vierde de 1, Fini Promise. En vijfde de 4, Diamond Twix. We gaan gauw naar buiten en daar wachten we op Fred Handelaar. Die fantastische rit reed, maar compliment ook aan Stal Krebas, die Ella Genie na lange afwezigheid in 1 koers super scherp hadden. Genuldige dames en heren, Ella Genie en Fred Handelaar. Knappe trainingsprestatie van Bas Krebas. Paard is lang weg geweest, maar kwam mooi terug. En Fred, je lag er gelijk aardig in. Je hebt toch niet stiekem het eerste gelid genomen? Hè? Nee. We hadden een goede vertrekker in Wim Brouwer. Alexia Boshoeve, die was rap weg. Nou, diens rug had ik en zo kwamen we heel voortvarend van start. Dus buitengewoon. Merrie ging sterk. Eerste keer uit, geweldig. Ja, hij heeft zich goed ontwikkeld, denk ik. Eentje waar de stal plezier van kan hebben. U kunt in handen, dames en heren, voor berensterke winnaars van koers 4. En dat zijn geworden Ella Genie en Fred Handelaar.